De G? 915. 915. Ja, 915. 915. 915. Ja, 915. Hoe doe je hem aan dan? Boom. Oh, wow. Wow. Leuk dat je kijkt naar nieuwe Gamers & Gear, waar we regelmatig de laatste tech gadgets en gear behandelen. En deze week hebben we weer een toetsenbord. En dan denk je, jezus Peter, weer een toetsenbord. Maar ik moet zeggen, deze 9G48327 Asus Logi Razer Samsung. Ik was een teerheids vergeten. Philips. Ik zit elke week te zeiken op de kuttitels van al die producten. En ze deze hebben het je niet heel moeilijk gemaakt. Nee, deze week is het super simpel. Nog even zoiets van best fijn. Je moet vier tekens onthouden. Ja, en de G is eigenlijk een given. Hoe doe jij je wachtwoorden? Ja. Gewoon echt 1, 2, 3 en dan zo van, poeh, nou, dat is weer genoeg voor vandaag. Ik weet niet wanneer ik jarig ben. Maar goed, ik doe altijd 12:34. Jij? Oh ja, slim. Ja. Dat vind ik ook een hele fijne. Ja. Goed. G? 6:19. 9:15. 9:15. Ik ga het echt gewoon zo naar je toe draaien. We hebben een doos. We kunnen maar ook een doos staan. Ja. Leuk dat je kijkt naar Nieuwe Gamers & Gear, waar we de meeste dinsdagen de laatste tech gadgets en gear bespreken. En deze keer hebben we weer een toetsenbord. En dan denk je, jeumig jongens, weer het keyboard. Alweer. Maar ik vind het oprecht, de Logitech G15. 9:15. Godverdomme. Wat zei ik dan? G915. Misschien had je er een E erin gegooid? Ik weet niet eens wat ik zeg. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Gamers & Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech, gadgets en gear bespreken. Dan wel in video of geschreven vorm. Mooi hè? Als ik had een video niet heb op dinsdag, doe ik een artikel. Dan wel, vind ik ook heel fijn. Dank je. Dank je wel. En we hebben weer een keyboard. En dan denk je, jeumig jongens, weer een keyboard. Dat doen jullie wel vaak. Maar ik moet zeggen, de Logitech G915. We gaan echt wel nu iets nieuws bedenken. Hè? We hebben echt even tijd. Ja, we hebben vaak is het wel van, nou, welke Sherry is het nou? Mechanisch toetsenbord, 200 euro. Oh, RGB, leuk. Ja, maar dat is nu wel wat anders, want het is een plank. Ja, het is echt letterlijk een letterplank. Het is een letterplank. Ja, heel fijn is dit. Nee, het is echt een plank. Een metalen plank en er is een draadloos toetsenbord. Mechanisch en wel, met low-profile switches. En dat is iets nieuws, want dat is daadwerkelijk een van de eerste in zijn klas. Dat is, en ik moet zeggen, ik heb zelf een PC met een harde klik. Dus een echte dikke, bruine, rode Cherry, wat is het? Je hebt de groene van Razer. Groene Cherry, die zijn zeg heel, ik. Ja. En, maar ik heb ook een MacBook, maar ik vind de toetsen van mijn MacBook fijn, maar ik vind het geluid van dat toetsenbord fijn. Waarom combineer je het niet? Oké, nou sowieso als je een MacBook toetsenbord fijn vindt, dan is er denk ik sowieso al iets mis met je. Want ik kan daar echt, mijn vingers willen gewoon niet. Die hebben echt zoiets van, nope, daar gaan we niet aan beginnen. Ik wil graag mechanische switches en die kunnen tegenwoordig dus ook dun. Ja, het is niet zo dun als echt een laptopschakelaar, maar het zijn wel de low profile, dat zijn de keelwitte. Als je into the switches bent, dan weet je het van Keel, de chocolate switch, zit er ook in sommige laptops daadwerkelijk al ingebouwd. Maar dit is gewoon een losse form factor, een volledig toetsenbord, maar dan draadloos uitgebracht en dus met die lage profile. En dat zorgt ervoor dat je echt een toetsenbord hebt wat gewoon, ja, ik weet niet, het zijn waarschijnlijk 10 creditcards of zo, maar niet heel veel meer dan nee, dat. Nee, het is echt bizar. Het is ook zo stijlvol dat ik nu, dit is zo'n uitvinding, nee, uitvinding. Nou ja, wel. Waarvan je denkt, waarom hadden we dit niet eerder? Sowieso de mechanische schakelaars zijn natuurlijk altijd best wel groot geweest. En pas sinds kort zijn die wat kleiner aan het worden. Of low profile, of lager, of chocolate switch. Ze noemen het allemaal verschillende dingen. Maar Logitech had zo eentje zoiets van, oké, weet je wat, we willen ook een low profile toetsenbord. Net als heel veel andere makelaars, weet je wel, Corsair en zo. Ze zijn ook allemaal bezig met lage profile switches. Logitech had zoiets van, willen wij ook. Maar dan maken we er ook nog eens een keer een draadloze variant van. De G815 is letterlijk hetzelfde ding, maar dan bedraad. Maar dit is er dus eentje die draadloos kan. Ik heb het idee dat Logitech een Logisance aan het beleven is. Een Logisance? Want heel lang stond het best wel stil met de producten van Logitech. Weet je, was best wel hetzelfde allemaal. En nu krijgen we nieuwe muizen, we krijgen nieuwe toetsenborden. En ik moet zeggen, het bevalt mij. Ja, ik vind het oprecht ook hun nieuwe stijl. Ze hebben al wat langer zijn ze bezig met een soort van, ja, deze stijl. Dus wel stevig spul, maar niet al te veel poespas. Wel RGB en ja, best wel luxe hoe het aanvoelt. En ik heb het idee dat dit wel echt ook een soort van een paradepaardje daarin is. Dit is ook het duurste model. Weet je, als je de G815 neemt, dus de bedrijf. De variant heb je dus 200 euro, ben je ver weg. Dat is een stevige prijs, maar niet heel gek voor een mechanisch toetsenbord. Ja, als je hem draadloos maakt, is hij wel 250 euro. Maar dan krijg je wel alles wat Logitech heeft. Dus dat is die Lightspeed,
draadloze functionaliteit. Je kunt hem eventueel ook bedraad gebruiken. Wat is Lightspeed? Leg even uit voor mensen die het niet weten. Ja, Lightspeed is Logitech's eigen draadloze variant. Wil dus dat zeggen supersnel dat, is. Ja, zij proberen ervoor te streven om juist, weet je wat gamers altijd zeggen van ik wil het bedraad, want anders is het te veel latency. Lightspeed is een draadloze variant waarin ook weinig latency zit. Natuurlijk, als je echt e-sports gaat, ga je dit ding natuurlijk op een bedraden kabel aansluiten. Kan gewoon met micro-USB, laat het trouwens ook de batterij op. Super handig. Maar nee, dit punt is dus dat ze dus alles wat ze hebben stoppen ze in één model en dan maken ze het ook nog eens draadloos. Het voelt gewoon heel fijn. En mocht je nou denken van, ik vind het een beetje priegelig, dat dunne. Dit is echt stevig spul. Dit is echt, er zit een metalen plaat onderin die ze gewoon echt erin gefreesd hebben. Dit is echt een stevig ding, kun je overal mee naartoe nemen en werkt nog steeds. Degelijk beestje, zou je kunnen zeggen. Zou je kunnen zeggen. Zou je kunnen zeggen. Zou je kunnen. Hé, luister, ik zie kleurtjes. Ja, het is dat gewoon volledig erg. Maar ik zag jou net ook op je mobiele telefoon van afstand dat ding besturen. Ja, het ding is, hij heeft Lightspeed, maar hij bevat ook Bluetooth. Dus Lightspeed wil zeggen, kan alleen maar werken met de losse adapter die je erbij krijgt. Bluetooth wil zeggen, nou ja, alles wat Bluetooth heeft, kan dit ding behappen. Dus dan heb je het over je PlayStation, je Xbox. Je koelkast tegenwoordig. Je koelkast waarschijnlijk. Ja, internet of things. Ja, Bluetooth of things. Je mobiel, je smartphone. Oprecht, we gaan naar een era waarin we gewoon games gaan streamen naar onze smartphones en naar onze tablets en dergelijke. Dan is het niet heel gek om hier naartoe. Hel, we kunnen iets streamen naar onze televisie. Als je televisie Bluetooth heeft, sluit je dit ding erop aan. Het is mogelijk. Ja, serieus. Het is handig op je televisie, want ik zit wel eens een bepaald soort genre te kijken en dan moet je naar een webbrowser en dan zit je tot de kutte mee af. Ja, dat is Apple TV. En hier heb ik gewoon Pornhub op mijn M1 staan. Ja, je krijgt wel 5 extra programmeerbare toetsen. Dit zijn gewoon verschillende profielen. Maar ja, sowieso, ja. Er is heel veel mogelijk als jij daar een knop voor wil hebben. Wat ik heel vet vind is ook dat je ook verschillende... Kijk, dat je programmeerbare toetsen hebt, dat is best wel gangbaar. Maar hij heeft ook allemaal mediatoetsen. Ja, oprecht zit gewoon hele goede mediatoetsen in. Die zijn dan wel niet mechanisch natuurlijk. Dat zijn gewoon echt rubberen toetsjes. Voelt misschien iets minder fraai, maar voor mediatoetsen natuurlijk helemaal prima. En een mooi scrollwiel. Een stevig scrollwiel, analoog, super fijn, ja. Ik moet zeggen, sinds lange tijd dat ik van een toetsenbord weer een snelle kloppend hartje krijg. Ja, dat snap ik wel. Dit is inderdaad ook echt dat je echt denkt van, oh, het heeft en het mechanische en de kleuren en je kunt het zo meenemen. Het is draadloos. En het is echt stevig, jongens. Dit is bizar. Ja, het ding is, ik heb gesproken met de product designer ook. Dat was alweer op Gamescom een tijdje terug. Het is echt stevig spul. Er zit een ijzeren plaat in. Is het echt stevig spul? Nee. Ik vroeg van, hij voelt heel stevig. Hoe heb je dat gedaan? En ze hebben dus letterlijk uit het printbord hebben ze een stuk moeten frezen zodat er een metalen plaat in kon om de stevigheid goed te maken. Er zit ook een heel klein beetje een buiging in, zodat hij wat meer stretch blijft hebben, zodat hij altijd zeg maar stevig blijft. Hij zet zichzelf een heel klein beetje over je bureaublad heen of op je schoot, want dat is natuurlijk ook best wel fijn dat je dit gewoon op de bank lekker zou hebben. Ja, het blijft ook cool, omdat het weer metaal is. Het is niet van een oud vrouwtje geweest. Ja. Oh, en je ziet hem ook al uitgaan. Oh, dat gaat uit. Maar dan heb je weer een aanknopje, toch? Ja, nou ja, je kunt hem sowieso heel snel weer aanzetten en dergelijke. Maar het kan zijn dat de batterij inmiddels ook al leeg is, omdat we al een hele tijd aan het filmen zijn. Tom, ik wil hier meer over weten. Ik hoop dat je er ook een review over gaat schrijven. Ja, kan ik wel. Ik wil alles in details weten. Het is een leuk spul. Ja, gaan we nog wat uitbundiger testen. En dan kunnen we natuurlijk ook zeggen van, laten we kijken hoe lang dit ding meegaat als ik het gewoon alleen maar gebruik om op mijn mobiel Clash Royale te spelen en mensen te beschilderen. Leuk, ik ben voor. Dank je voor het kijken. Volgende week weer een nieuwe Gamers at Gear. Schaak dan ook weer in bij gamers.nl en sowieso voor al je gaming nieuws en hardware peripherals. Ja, dat doen we.